Verwantschap, een hoorspel van Michael Kittermaster. Vertaling en regie, Hans Karsenbarg. Ik zei dat je plaats moest maken. Bent u een van die patiënten van dokter Martin? Wie is dat? Zit in de staf. Oh. Kijk, zoals ik dus al zei... Wat? Ik ben op doorreis. Waar naartoe? Hoe bedoel je? Ik bedoel van waar naar waar. Nou, dit is een soort tussenstation. Dit? Nou, vergeet het maar. Huh? Het is bezet. Dat zie je toch? Luister eens. Dit is 22, ja toch? Ze zei je 22. Wie? Waar ik vandaan kom. Zoals ik al zei, ze hebben je verkeerd gestuurd. Het staat hier toch? Dat kan wel zijn. Denk je nou zelf dat je hier goed bent? Hoe weet ik dat nou? Hebben ze je geen omschrijving gegeven? Luister nou eens. Je ziet het toch zelf? Wat? Daar is deze ruimte niet voor geschikt. Alles is hier dubbel. Daar ontgaat mij de betekenis van. Ik bedoel voor twee mensen... Bent u protestant? Wat nou weer? Hoe was de naam ook alweer? Smith. Even noteren. Waarvoor? Er is een fout gemaakt, dat is duidelijk. Wordt er nou nog plaatsgemaakt of niet? Ik ben niet gewend om met iemand samen te doen. Wie ben jij dan helemaal? Houdt u mij voor iemand die samen doet? Oh, maar wacht, zo kan ik ook beginnen, maat. Niet begrepen, zie ik. Huh? Totaal geen gevoel voor samenwerking. Ben jij... Ben ik wat? Ook onderweg? Zeker niet. Wat dan wel? Ik zit hier blijvend. Werk hier? Dat niet precies. Wat doe je dan? Ik assisteer... Waarmee? Ik houd toezicht. Bij gebrek aan personeel. Wat zijn dat voor... Papieren? Dat is mijn documentatie. Afblijven! Waarvoor is dat? Mijn rechten zijn hierin vastgelegd. Geldzaken zeker? Nee. Dit heeft met genealogie te maken. Nou kom. Maak plaats. Heb jij je papieren moeten afgeven? Had ik dat ginds al gedaan. En je medisch rapport?
Hebben ze allemaal doorgenomen. Ik ben kerngezond. 100%. Loopzuiver. Waarom zouden ze je dan hier naartoe sturen? Ik ben op doorreis, mam. Hebben ze je dat gezegd? Dan moet jij eens goed luisteren, hè? Ze hebben hem opgenomen, of niet? Juist, dat bedoel ik nou. Wat? Heb jij je papieren afgegeven? Wat voor papieren? Oh, identiteitsbewijs. Hoor eens, wie jij bent weet ik niet, maar ik laat me door niemand koeieneren. Ik wil straks van pitten. Dus hoe eerder jij die papiertroep opruimt, des te beter. Blijf af! Dan moet je afblijven. Pitten. Ja. Hier? Ja. Laat ik nou eerst gedacht hebben dat je van het kabinet van de opperkamer hier kwam. Nee, het is nou wel overduidelijk. Ze hebben jou naar de verkeerde afdeling gestuurd. Maar het staat toch hier op de verwijskaart? Het zou niet de eerste keer zijn dat ze de namen verwisselen. Niks verwisseld. Hij heeft het opgeschreven en gezegd dat het hier was. Wie? Nou, de Gins. Je zult bij iemand moeten intrekken, zei hij. En zei hij ook bij wie? Hij heeft geen naam genoemd. Daar heb je ook niet naar gevraagd. Waarom? De naam. Nee, ik bedoel, waarom zou ik dat moeten doen? Met wie je zou moeten samenwonen? Er zit nog een figuur, zei hij. Figuur? Zei hij dat? Dat moet dan maar, zei ik. Maar ik laat me door niemand koeieneren. Maar hij noemde geen naam. Zeg, wie ben jij dan wel? George. Ik ben George. George, wat? Rex. George de Vierde. Of de Zevende, het is maar hoe je het bekijkt. Hoe bedoel je dat? De achternaam is Gelf. Maar er staat Rex op het geboortebewijs. Dat is de doopnaam. Begrijp je wel? Zo. Ook op doorreis. Heb je al gevraagd? Dit is toch de afdeling Transito? Hebben ze je dat zo verteld? Waar is de wc? Het toilet. Ja. Eind van de gang links. Oh. Hier. Ja? Die kamer. Wat is daarmee? Waarom staat die leeg? Omdat er niemand is. Hij zei dat het vol was. Pas is vol. Daar moest ik met iemand samen. Dat zei hij. Waarschijnlijk om geen achterdocht te wekken. Huh? Het beste wat jij zou kunnen doen is nog maar eens goed informeren. Dat was niet mijn idee. Huh? Nou, we gaan samenwonen. Ik geloof dat je mijn bedoeling niet begrepen hebt. Er is geen sprake van samenwonen. Als het je niet bevalt, moet jij er maar wat aan doen. Wie gaat hierover? Wij hebben een raad van beheer. En de respectieve commissies. Ik bedoel, wie regelt dat hier? Ja, dat bedoel ik ook. De indeling. Jouw indeling. Maak je nou plaats of niet? Ik kan geen ruimte missen. Dit wordt uitgezocht. Ik zal eens met die vent gaan praten, reken maar. Ik laat me door niemand koeieneren. Door niemand! Hey! Al terug. Waar zijn ze allemaal? Vrijdag houden ze vroeg op. Nou, moe. En als, ik bedoel, als je nou wat nodig hebt. Ben jij hier voor herindeling? Huh?
En die gevallen, ze worden soms wel eens hier geplaatst. Gevallen? Ten behoeve van het instituut. Ik ben op doorreis, man. Hoe bent u hier gekomen? Huh? Bent u lopend patiënt? Helemaal niet. Ik ben 100%. Met openbaar vervoer? Er werd voor vervoer gezorgd. Waar vandaan? Nou, van de gins. Waar was dat? Revalidatie. Ze zou me hier plaatsen tot er ruimte was in Belvedere, zei ze. Nooit van gehoord. Belvedere? Oh, waarschijnlijk een andere naam voor het instituut. Hij zei, die vent dan, die zei, we zitten vol. Daarom moest ik iemand intrekken, barstens vol. Je hebt de gewoonte dat je jezelf steeds herhaalt. Is dat het soms? Wat? Jouw kwaal. Huh? Waarom ben je hier? Nou kijk, zoals ik al zei, die kerel, hè. Bij de ingang. Ja, die alles opschreef, de bijzonderheden. Oh, die had hij al moeten hebben? Dat heb ik hem ook gezegd, dat zei ik. Die gegevens moet je hebben, zei ik, van de anderen. Wat zei hij toen? Kwam door de computer, zei hij. Oh, niet geprogrammeerd. Of alleen hun gegevens. Huh? Nou, ze hebben waarschijnlijk alleen wat voor hun belangrijk was geprogrammeerd. Dus geen nadere bijzonderheden, zoals je personalia... Personalia? Ja, geboortebewijs, trouwboekje, overlijdingsakte. Huh? Had je die niet bij je? Wanneer? Toen ze die gegevens wilden hebben. Alles was goed. Heb je ze bij je gehouden? Wat? Je personalia. Ik heb alles afgegeven. Ik hou altijd alles bij me. Waarvoor? Dat ze later niet kunnen zeggen dat ze niet weten wie ik ben. Ik weet wie ik ben. Maar kan je dat bewijzen? Wat bewijzen? Je identiteit. Kom nou. Probeer je me wijs te maken dat ik niet weet wie ik ben. Ik probeer je aan je verstand te brengen dat je beter je persoonlijke gegevens bij je had kunnen houden. Hij heeft het opgeschreven. Het werd allemaal opgeschreven. Maar wat werd er dan in de computer gestopt? Hè? Want daar gaat het zo om. Het was allemaal in orde, zei ze. Maar hebben ze je gezegd dat je gereclassificeerd wordt? Dat heeft hij opgeschreven. En toen? Hij wees me de weg en zei dat ik hier moest zijn. Ach, je hebt het over hier. Wat dacht jij dan? Ik dacht dat je het over daar ginds had. Waar? Waar die gegevens werden geprogrammeerd. Ik vroeg om het nummer. 22, zei hij. Ik zei twee... Ja. Ja, zei hij. Opwindende conversatie hoort te horen. Hè? Huh? Niet soms een naam? Dat niet. En jij nam het dus zonder meer aan. Wat? Dat je hier moest zijn. Dat is mijn idee, was het niet. Wat? Om samen te doen. Ik geloof dat ik je al had uitgelegd dat ik niet samen doe. Waarom is dit dan hier voor twee personen? Omdat ik daar recht op Ach, heb. Kom dat toch, maak het nou toch. Bent u hier alleen gekomen? Waarom? Ik vraag u dit omdat het misschien in de bedoeling lag dat u met iemand anders moest samenwonen. Er was nog iemand, maar die hebben ze ergens anders afgezet. Waar? Het was donker. Ik heb hem niet zo goed gezien. Hoe heette hij? Weet ik niet. Hij had een gebrek. Ja. Met spreken. Met zijn, hoe noem je het ook alweer? Een spraakgebrek. Ja. Wat mankeerde die? Heb ik gevraagd, maar hij kon niet uit zijn woorden komen. Hij kwam ook van de grens. Ik had hem wel eens gezien. Waren jullie op parole? Nee, het waren flatgebouwen. Dat ontgaat me. Ik heb het over de revalidatie. Hun schema. Allesomvattend. Dat iets met integratie te doen, volgens die lui. Daar weet ik niks van. Ik begreep er niks van. Wat mankeert u? Helemaal nieuw. 3 verdiepingen. Net van die eierdozen. 1 van die flessen was er speciaal voor gebouwd, begrijp je wel. Ik zat er nog maar net toen er een kerel voor de elektriciteit kwam. Zal er van de gemeente zijn geweest of van het bestuur, dat kan ook moeilijk te zeggen. Hij hield zogezegd toezicht, dat zei hij. Droeg hij een uniform? Nee. Kleine opdonder met formulieren. Formulieren? Nou, hij zei dat het een soort overeenkomst was, een soort verbintenis of zoiets.
heeft het uitgelegd dat ze het niet zouden afsnijden als ik zou tekenen. Wat afsnijden? De elektriciteit. Was het een schadeloosstelling? He? Heb je de kleine lettertjes gelezen? Ik snap het niet zo goed. Maar hij zei dat ik het na een tijdje wel door zou krijgen. Ja, snap. Leeftijd moeilijk te schatten. Hij schreef alles op. Begrijp je? Niet helemaal. Het is niet meer zoals vroeger. Wat? Zoals in de oude tijd, vroeger. Wat vroeger? Nou, vroeger hadden ze daar meters voor, zei hij. Meters. Je gooide er een penning in. Je draaide aan een knop en had je gas. En je had het over elektriciteit. Ja, het principe is toch hetzelfde, nietwaar? Hetzelfde als wat? Als bij elektriciteit. Toen wist je nog waar je aan toe was. Hoe lang is dat geleden? Alweer een tijdje. We proberen alleen wat te helpen, zei hij. Met het koude weer voor de deur. Om dat te voorkomen, zei hij. Daarom moest hij die handtekening hebben, snap je? Heb jij last van hypothermie? Hij had het over elektriciteit. Ach. Hoe gaat dat hier dan? Met elektriciteit? Met de verwarming? We hebben centrale verwarming. Buizen? Radiatoren. Oh. Daar staat er een. Daar, voor je. En doet hij het goed? Ik heb geen klagen. Wordt zeker centraal gedaan, hè? Daarom wordt dit centrale verwarming genoemd. Oh. Hoe zit het hier met wassen? Sanitair? Het, ja, hoe noem je dat? Bad. Hoe kan het nog gaan? Hoe zit het met het eten? Heb je nog niet gegeten? Vanmiddag, ja. Je bent geloof ik te laat voor de avondmaaltijd. Hoe is dat dan geregeld? In welke categorie zit je? Huh? Het zal wel herindeling zijn. Wat? In jouw categorie. Wat betekent dat? Je bent ambulatorisch of sedentair? Daar hebben ze niets van gezegd. Maar je zei toch dat ze al die gegevens hadden? Ja, dat was de gins. Dan ben je waarschijnlijk comateus ingedeeld. En wat is het verschil? Als jij ambulatorisch bent, dan eet je gelijk met anderen. En dat andere? Sedentair? Ja. Dan wordt je eten gebracht. Waar? Waar zij je willen hebben. En wat was dat andere? Wat bedoel je? Wat je noemde coma... Comateus? Ja, wat betekent dat dan? Dat heeft te maken met de neomortoes. De wat? De mensen die ze houden voor het verwijderen van organen. Is dat toegestaan? Als ze je eenmaal hebben ingedeeld... Dan moeten ze toch toestemming voor hebben? Niet als je geclassificeerd bent. En als ze een machtiging van je familie hebben. Ik heb geen familie. Hebben ze ook geen machtiging nodig? Nee, maar ik ben niet tijdelijk. Voor zover mij bekend is dat met herindeling altijd het geval. Ik ga naar Belvedere, hebben ze gezegd. Het is waarschijnlijk een eufemisme voor het instituut. Welk instituut? Transplantatie. Waar heb je het nou weer over? Je wilt er toch alles over de maaltijden weten? Je wilt er toch weten hoe het systeem hier werkt? Nou, ik probeer je dat in de meest simpele bewoording uit te leggen. Jij had het over categorieën, niet dan? Ik zei dat je moest nagaan in welke categorie je zit. Nee, luister nou eens. Kijk, ze hebben allemaal gegevens genoteerd daar ginds dan. Voor ik naar de revalidatie ging. Daarna, met die toestand weet je wel. Toen ben ik naar de specialist gegaan. Niet naar dezelfde, dat was dokter Granger. Maar deze, die andere dus, die was van de kliniek. Maar zijn praktijk was ergens anders. Begrijp je, voorbij de bibliotheek in Maple Road, tweede straat links, nou. En daar hadden ze de uitslag. Die hadden ze van de gins gekregen. Welke uitslag? Van de test. Dat noemen ze EEG.
Elektroencefalogram. Heb jij medicijnen gestudeerd? Ik begrijp het principe. Dan weet jij waarschijnlijk wel waar ik geweest ben. Misschien. In Maple Road? Het Spinocerebrale Instituut. Kliniek? Het was de kliniek. Ja, Spinocerebrale Kliniek dan. Ik weet het niet zo. Wat bedoel je nou? Hebben ze naar je organen geïnformeerd? Wat voor organen? Nou, alles wat ze zouden kunnen gebruiken. Je ogen, nieren, je lever, je hart. Ja, maar zo'n onderzoek was het niet. Wat voor onderzoek dan wel? Het was meer geestelijk, ja, meer van je hersens en zo. Maar... Ademhalingsorganen. Ademhalingsorganen. Je waterwerken. Dan wil ik een waterwerken. Ja. Het is je instelling, zei hij. Ja, ga door. Het is na al die tijd niet te verwonderen, zei hij. Het kan de beste van ons overkomen, zei hij. Nu ziet er gezond genoeg uit. Daarom hebben ze je waarschijnlijk uitgekozen. Hè? Voor herindering. Daar weet ik niks van. Ja, dat is ook strikt vertrouwelijk. Transito, zeiden ze. Transito? Of transplantatie? Transito. Weet ik zeker. Misschien heb je het verkeerd verstaan. Hey. Ik maak hier niks aan mijn oren. Ik zoek ook maar een verklaring. Hè? Voor jouw aanwezigheid hier. Zouden de gegevens... Misschien hebben ze de computer met foute gegevens gevoed. Het gebeurt wel overwogen, heb ik gehoord. En eenmaal in de computer, altijd in de computer. Hoe bedoel je? Als ze daar eenmaal de gegevens ingestopt hebben. Ik ga naar de leiding. Want daar is het misschien wel te laat voor. Hoezo te laat? Als ze je nu hebben geclassificeerd. Hoe kom ik dat te weten? Dat hoor je pas als je bij het instituut komt. Ik zal ze wel eens aan het hand voelen. En als jij wilt dat ze de zaak opnieuw zullen bekijken, zal ik papieren moeten hebben. Waarom? Om te bewijzen wie je bent. En als jij, zoals je zelf zegt, geen familie meer hebt, is dat uitermate moeilijk. Wat is moeilijk? Om te bewijzen wie je bent. Wacht eens even. Je zou natuurlijk vandoor kunnen gaan zonder een spoor achter te laten. Waar is het? Waar is wat? Nou, hoe is het? Ik bedoel, waar is het? Jij zal er geweest zijn. Wat dan ook. Hoe gaat zoiets? Bedoel je de procedure? Procedure. Ja, procedure. Je bedoelt aangenomen dat je bij die categorie bent ingedeeld. Kijk, stel je nou eens voor, ik bedoel... Dat jij van hier naar daar wordt overgeplaatst? Dan moeten ze de goede huizen komen. Ze zijn er zonder meer van uitgegaan dat jij bij de juiste categorie bent ingedeeld. Welke categorie is dat dan? Waarschijnlijk neomortuus. Kleren. Volkomen pijnloos. Bij welke categorie zit jij? Ik? Ben vrijgesteld. Waarom? Omdat ik nog in het bezit ben van mijn personalia. Dit hier? Ja. En dan moet dit je afblijven. Allemaal? Dit allemaal, ja. Mijn personalia. Als je interesseert. Ja.
Wat is dit? Het testament. Heb je zoiets nodig? Ik wel, als bewijs. Wat staat erin? Indien ik kom te overlijden, beveel ik mijn twee zonen en mijn dochter aan in de goede bescherming van hun koninklijke vader, mijn echtgenoot, zijn majesteit, koning George III, vermakende al wat ik bij mijn dood bezit aan mijn dierbare afstammelingen uit mijn rampspoedig huwelijk. In het geval mijn kinderen komen te overlijden, benoem ik tot enig en algeheel erfgenaam Olive Wilmot, dochter van mijn beste vriend Dr. Wilmot, vermakende haar al waar ik recht op heb of bezit op het tijdstip van mijn verscheiden, getekend Hannah Regina, getuigen John Dunning en William Pitt. Wat betekent dat eigenlijk? Dat is de tekst van het testament van Hannah Lightfoot. Opgemaakt door Hempstead in 1768. En ik heb hier ook de huwelijksakte. Waar heb ik die? Wacht, waar is nou de huwelijksakte? Heb jij de huwelijksakte eruit gehaald? Waar is de huwelijksakte? Oh ja. Hier heb ik hem. De huwelijksakte opgemaakt door Dr. Wilmot. Die in het testament werd genoemd. Dit kwam in de openbaarheid toen het werd gevonden op de achterkant van de huwelijksakte van de Duke of Cumberland en Mrs. Serres. Die zaak kwam voor het gerecht in 1866. Waar? Er staat het volgende. Mei de 27e, 1759. Hiermee verklaar ik dat het huwelijk van betrokken partijen George, Prince of Wales, en Hannah Lightfoot heden naar behoren plechtig is voltrokken, overeenkomstig de riten en plechtigheden van de Church of England, door mij, te hun huizen, te Peckham, getekend John Wilmot, George Gelf en Hannah Lightfoot. Wat heeft het met personalia te maken? Dit zijn mijn personalia! Hoe bedoel je? De bewijzen! Dit zijn de bewijzen! Dit zijn de bewijzen! Dat ik een regelrechte afstammeling ben! Begrijp ik niet. Al deze documenten. Al deze documenten. Die werden door het Hof in 1866 in beslag genomen. En of mijn aanspraak rechtsgeldig is door deze huwelijksakte kan natuurlijk alleen worden vastgesteld als ze de akte vrijgeven. Maar het feit dat ze niet van plan zijn dat te doen brengt mij tot de conclusie dat ik inderdaad de rechtmatige koning ben. Ja, daarom heb ik jou gevraagd toen je hier pas kwam. Of jij misschien van het van de opperkamer hier kwam. Herinner je dat niet meer? En vandaar die verwarring. Hoor eens, vriend. Waar ik het over had, was wat anders. Jij had het daarvoor toch ook over iets anders? Wat was dat dan, collega? Maar je zei toch... Je zei toch dat je je papieren niet meer had? Hinde me niet kwalijk, maar... Ik dacht dat jij dat had gezegd. Ze hebben mij gezegd dat ik hier moest blijven totdat er in Belvedere plaats voor me was. Zo lag de zaak. En toen zei die kerel bij de ingang dat ik met iemand moest samenwonen. Nummer 22, zeg. Ja, dat verhaal ken ik nog wel. Nou, vertel je alleen maar hoe het zit. Wat dus betekent dat jij, omdat je geen papieren meer hebt, of om een voor mij onduidelijke reden, voor transplantatie bent geclassificeerd als neomortoes. Luister nou. Wat ik nou wil weten. Ik bedoel. Stel dat je gelijk hebt. Ik bedoel. Welke positie ten aanzien van. Wat gaat er nou gebeuren? Na toelating worden ze meestal de volgende morgen afgevoerd. Afgevoerd? Speciale transplantatielorries. Waar naartoe? Computercontrole. Waarom? Om de geprogrammeerde informatie over de organen te controleren. Hoe bedoel je dat? Als ze een orgaan willen hebben, kunnen ze in een paar seconden bekijken of het juist is of het geschikt is. En als dat zo is? Oh, dan verwijderen ze dat, is duidelijk. Huh?
Ik denk dat ze er telkens maar één weghalen. Eén persoon? Eén orgaan. En op die manier hou je er vaak één over. Logisch. Tot het hart aan de beurt is natuurlijk. Wat? Dan blijft er vanzelfsprekend weinig keus. Tuurlijk. Hé, hoe kom ik hieruit? Ga je weg? Zo gemakkelijk krijgen ze me niet. De boel is afgesloten. Maar hierachter is een uitgang. Dat weet ik. Bedankt. Ga je naartoe? Naar die andere. Waar ze mijn papier hebben ingenomen. Als jij in moeilijkheden komt, dan ga je maar naar het kabinet van de opperkamerheer. Noem gerust mijn naam. Ik zal de deur voor u open doen. Hoe heet je ook alweer? George Augustus Rex van het huis Guelph. Als hij me niet meteen kan thuisbrengen, zeg hem dan dat ik de achterkleinzoon... De achterkleinzoon ben... Van George Gelf en Hannah Lightfoot, die lieftallige kwekersdochter. Ja. Ja. Nou. Tot ziens, hè. Au revoir. Bon voyage, monsieur. U hebt geluisterd naar Verwantschap, een hoorspel van Michael Kittermaster. Vertaling Hans Karsenbarg. Personen Rex Ton Kuil, Smith Hans Veerman. Technische realisatie Teun Lammes en Bram Hengeveld. Regie Hans Karsenbarg.